Peter zelf mag ik ook wel graag. Ik heb hem een enkele keer ontmoet, maar... Kan ik beginnen of wat jou beter dan? Moet hij even uitzamen dat van de muziek? Heb je last van de muziek? Ja. Muziek! Land zijn album Metamorfose en Gerrit Stapel zijn album Flores. Het is prachtig werk wat Peter Verstraeten maakt. Ik ben echt gek op zijn tekeningen, maar Peter zelf mag ik ook wel graag. Ik heb een paar keer het genoegen mogen smaken om een praatje met hem te hebben. Ik ga hem nu even op mijn manier interviewen. Ik weet alleen niet, hij is nogal angstig voor interviews, geloof ik. Maar we zullen het maar proberen. Peter, mag ik je even storen? Ja, zeg het maar. Het gaat namelijk om het volgende. In de eerste plaats hartelijk gefeliciteerd met je stripschapsprijs. Dankjewel. Je hebt een praatje gehouden naar aanleiding van de stripschapsprijs die jij ontvangen hebt. En daar kwam het nogal uit dat je nogal moeilijk hebt met interviews en mensen die je interviewen. Het is altijd hetzelfde, altijd die obligate vragen. Nou, op gevaar af dus dat ik ook obligate vragen stel, ja, moet ik toch iets aan je vragen. En in de eerste plaats is dat, ben je blij? Ik ben zeer blij, ja. Ik ben reuze blij. Ja, maar niet alleen waarschijnlijk vanwege de prijs, maar ook nog om andere omstandigheden? Nou, ik heb een heel leuk leven. Dus. Ja, dat bedoel ik dus. Je hebt een heel leuk leven, hè? Ga je wel eens op vakantie? Ik ben 3 jaar geleden met vakantie geweest. Hoe lang was dat, die vakantie? Of was het 4 jaar geleden? Mag 5 zijn. Ja, 4 of 5. Die was 3 weken. Waar was je? In Zuid-Frankrijk. Attentie, dames en heren. Hoe los je dat dan op met je dagelijkse tekeningen in het parool? Daar maak ik vooruit. Kroon en kroon. Tijdloze vader en zoon maak ik vooruit. Ja. Ook bij uitgeverij Druk. Tijdens je vakantie teken je niet? Nee. Absoluut niet? Absoluut niet. En bevalt je dat ook dan wel? Deel 1. Nou, ik word na 3 weken wel een beetje onrustig. Ja, zie je wel, dat dacht ik wel. Vind je terecht dat je de stripschapsprijs ontvangen hebt? Ja, dat vind ik moeilijk om van mezelf te zeggen. Nagels, de tekenaar ja? Van Jan Vijf. Is die vraag je wel meer gesteld? Der lange jassen. Ik geloof het wel, ja. Aan de stand ja. Van wat heb je toen geantwoord? Hetzelfde. Nummer 27. Wie staan volgens jou op de nominatie om ook een prijs te ontvangen? Signeert zijn nieuwe album aan dezelfde stand. Ja, het vervelende is, ik zit in de jury waarschijnlijk. In wat zeg je? In de jury voor de volgend jaar. De stripschapsprijs. Oh, dat komt dus goed uit. Dus ik kan daar niet. Je mag er nog niets over los. Nee, ik laat er niks over los. Ook niet tegen mij? Nee. Schokker naar de informatiestand komen. Welke vraag zou jij zelf graag gesteld willen hebben? Omdat de meeste vragen altijd zo obligaat zijn. Ik zou er geen kunnen bedenken. Nee? Maar ik ben ook geen interviewer. Nee, dat is zo. Nou, maar je weet wel te registreren. Ja, maar dat is makkelijk. Want ik zeg iets en ik hoef geen antwoord. Dat is inderdaad zo, maar dan laat je het maar aan mij over, dat is. Maar, nog even terug te komen op de stripschapsprijs. Je bent er natuurlijk wel blij mee, veronderstel ik. Jazeker. Waar komt hij te staan? De prachtige, hallo. Zoals hij hier nu staat. Ik denk op mijn werktafel. Op zijn beste. Als prespapier. Ja, en als inspiratiebron. Jazeker. Voor je volgende werken. Ja, maar ik wil er nog één. Je wil er nog één. Wanneer verwacht je die, als je zelf in de jury zit? Nee, dat zeker niet. Nee, over 1 jaar of 20. Hopelijk zit ik dan in de jury, dan zal ik zorgen dat het zover komt. Ja, dan wil ik een tweede. Dan krijg je een tweede. Peter, bedankt hoor. Ja.